Het is bijna zover, dames en heren. De E3 van 2018 staat voor de deur. Volgende maand breekt het allemaal los. De grootste gamebeurs op aarde in Los Angeles natuurlijk. Daar gaat de Electronic Entertainment Expo al zijn toffe dingen zien. En natuurlijk, namens Gamersnet gaan we daar ontiegelijk veel verslag van doen. Natuurlijk hebben we Peter en Marcel in Los Angeles. Maar voordat we met de hele redactie kunnen beginnen aan die nieuwe E3, is het misschien wel leuk om terug te blikken op oude E3's. Wat brachten eerdere beurzen uit Los Angeles ons allemaal aan goede herinneringen? We gaan het doen in Goeie Vrek. Daarin gaan we onze herinneringen terughalen. Wat waren onze meest memorabele momenten van de E3's, de voorgaande E3's? Je ziet het hier in Goeie Vrek. Er zijn maar weinig mensen die echt een Oprah Winfrey momentje in hun leven hebben meegemaakt. Je weet wel, de oude talkshow van Oprah, daar gaf ze heel vaak dingen weg. En you get a car, and you get a car, and you get a car. Heel veel mensen grappen daar vaak over, niemand maakt het echt mee. Maar ik wel! We gaan terug naar de E3 van 2010. En het was ook nog eens mijn allereerste E3. Ik was daar samen met Michiel Brunsveld. Die was daar jaar daarvoor ook een E3 geweest. Was mijn eerste E3. En we hadden een beetje getost. Wie gaat er naar welke persconferentie? En het was mijn zware taak. Iemand moet het doen om naar de Xbox persconferentie te gaan. En de Xbox 360 S of Slim werd toen aangekondigd. En het vetste was dat er werd gezegd: iedereen hier in de zaal krijgt deze console thuis. Nou, het was natuurlijk pure omkoperij van de gamepers. Boeide me geen reet, ik heb nog nooit zo hard gejuicht. Tof apparaat. Mooiste moment. Omgekocht. Als het aankomt op memorabele E3 momenten, dan blik ik meteen terug op iets wat nog een beetje vers in mijn geheugen zit. En dat is de E3 van 2 jaar geleden. Peter en ik waren aanwezig in Los Angeles en Peter en ik waren ook aanwezig bij de Sony persconferentie. De grote PlayStation 4, PlayStation Nation persconferentie. En het was daar zo dat er ineens een trailer begon met iets van een soort van winterse setting en een jong jongetje. En waar was het allemaal voor? Mysterie, mysterie. En toen ineens, bam, kwam uit de schaduw, kwam Kratos lopen. En nu ben ik niet een enorme God of War fan. Maar wat er toen gebeurde, op het moment dat die kale man met een baard en een rode schram op zijn gezicht ineens het beeld inloopt, de zaal ontplofte. Ik heb echt nog nooit zo hard, zo luid, zoveel gebulder in één plek gehoord. Natuurlijk, de Sony fanboys, de Sony ponies, dat is een beetje een vast ding. Dat die persconferenties, ze juichen voor alles als er maar een PlayStation logootje op staat. Maar dat was toen wel zo ontzettend terecht of zo voelde het. Weet je, de hype was echt aanwezig. We zagen het niet helemaal aankomen en toen ineens bam, Kratos. Ja, dat was echt gigantisch. Ik moest zelf ook gewoon meebulderen, ook al ben ik helemaal geen groot God of War fan. Dus dat was dat ik dacht van, dit is de E3 en de E3 hype in zijn volste en puurste vorm. En natuurlijk, verder heeft de E3 ook heel veel kleine memorabele momentjes voor mij opgeleverd. Ik kan me herinneren dat ik Exhibit heb ontmoet ergens op een Xbox-ding. De handen geschud met Cliff Bleszinski en dergelijke. En weet je, ook dat soort Twitch-feestjes en zo. Het voelt altijd wel tof om op de plek te zijn waar allerlei dingen gebeuren en waar je mensen ziet en spreekt. Er zitten een aantal van de momenten in dat ik denk van, die gaan met me mee het geheugen in. Maar dat is alweer een tijdje terug. Ik ga dit jaar niet, dus ik ga ook niemand ontmoeten. Mijn meest memorabele moment van de E3. Ja, dat moet denk ik toch echt wel, ik weet niet meer welk jaar het was, maar het moet wel echt de E3 zijn dat de Xbox One S, Project Scorpio, de Elite Controller, dat jaar de Microsoft persconferentie. En je kan zeggen wat je wil, Xbox One X heeft misschien tegengevallen of weet ik veel wat. Maar toen, op dat moment, zat ik echt met zo'n enthousiasme achter mijn bureaustoeltje en dat ik echt dacht, oh, er komt een nieuwe soort Xbox One, een customizable controller, een S-editie, we gaan naar 4K, wat? De toekomst is hier, de toekomst is nou. Ja, dat was zo ongelooflijk vet qua hardware dat ik dat als een van de meest memorabele momenten vind voor mezelf van de E3. Elk jaar hoop ik weer op een Bethesdaatje, op een Falloutje, wat in 2015 flikte zij toch wel iets waar ik super blij van werd. Normaal gesproken is het zo dat er een game wordt aangekondigd op E3 en dat ik elke keer weer denk, joh Soraya, hou je maar even in, want dit duurt toch nog een jaar, 2 jaar, tot je het eindelijk kan spelen. Maar Bethesda dacht, nope, not on my watch. Want ze kondigden natuurlijk Fallout 4 aan en we wisten stiekem wel dat hij eraan zat te komen. Maar nu was het hoger woord dan de uit. Het was gelijk van, oh en trouwens, je kan er gewoon binnen een paar maandjes al spelen. En om je bezig te houden, hebben we ook nog een leuke app voor je gemaakt. Ik vind het zo'n toffe move en gewoon balls out, just go hier. En het spreekt ook heel erg van vertrouwen, want het
laat ook zien dat ze niet eerst een heel groot marketingfeestje moeten houden van 3 jaar. Nee hoor, hier is de game, alsjeblieft. Dus ik hoop elk jaar eigenlijk wel weer op zo'n Fallout momentje. Maar waar ik veel meer op zit te wachten is eigenlijk het moment dat mijn hartje weer even samengeknepen wordt. Want oh my god, met die aankondiging van Ori and the Blind Forest. Jongens, ik trok dat niet. Natuurlijk, die soundtrack is voor mij al iets dat echt regelrecht mijn hart inkomt. En dan ook nog die hele zaal donker was en overal lampjes. Oh, ik heb zo hard gehuild op dat moment. Ja, dat vind ik heerlijk. Dus ik hoop ook dit jaar weer gewoon even lekker ongegeneerd te janken. Daar heb je het dan, al onze memorabele momenten van de voorgaande E3's over de jaren heen. We hebben wat meegemaakt en natuurlijk, er staat ons ook weer veel te gebeuren op de komende E3. Volgende maand zie je op Gamersnet natuurlijk alle previews van alles waar Peter en Marcel hun handen aan kunnen krijgen. Alle persconferenties worden vanuit Gamersnet HQ hier op de hoofdredactie worden gewoon verzameld en samen gestreamd. Volg ons op Twitch daarvoor. En natuurlijk, er zijn zoveel meer dingen om de E3 die we allemaal gaan doen. Video's, vlogs, trailers, alles is straks terug te vinden op Gamersnet. Wij bereiden ons in ieder geval voor op een fantastische E3-week en we hopen ook vooral van jullie te horen waar jullie naar vooruit kijken bij de E3. En natuurlijk de goede vraag van deze week. Wat zijn jouw meest memorabele momentjes die je hebt meegekregen van de E3? Vertel het ons en natuurlijk laten we met z'n allen hypen voor meer mooie games op een nieuwe E3. Daarover later meer op gamersnet.nl. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Tot snel en houd natuurlijk Gamersnet in de gaten voor alles over E3.